Welkom bij Keer op Keer 2 in 3 minuten. Keer op Keer 2 is een vervolg op het succesvolle dobbelspel Keer op Keer. Het is voor 1 tot 6 personen en over deze versie doe je wat langer, want hier duur je ongeveer 30 minuutjes over een potje. Klopt helemaal. En het principe blijft gelukkig wel hetzelfde. Namelijk, je gooit dobbelstenen, je combineert een zwarte dobbelsteen met een getal erop, met een witte dobbelsteen met een kleur erop. En als je bijvoorbeeld 4 en groen kiest, dan mag je dus 4 groene vakjes afkruisen op je veld. Ja, precies. En dat moet dus weer aansluitend zijn aan de vakjes die je al had afgekruist op je blaadje. Maar deze versie voegt iets nieuws toe en dat is de bonusdobbelsteen, namelijk deze jongen. Klopt. Daar staan heel veel verschillende bonussen in. Maar die mag je alleen doen als je een bonusdobbelsteen hebt vrijgespeeld. Dat doe je door hem af te kruisen op een van de plekken op je veld. En wat zijn dingen die je bijvoorbeeld kunt krijgen? Je kunt bijvoorbeeld een bom krijgen. Dat betekent dat je 4 vakjes ergens op je veld mag afkruisen. En dat hoeft dus niet aan grenzen te zijn. Ja, en dat is natuurlijk heel aantrekkelijk, want daarmee maak je eigenlijk een soort nieuw beginnetje waar je mee verder kan. Ja, dat is top. Zeker aan het begin inderdaad is dat echt een goede tactiek. Wat je ook hebt is dat je bijvoorbeeld een compleet vakje af mag kruisen. Je mag hartjes krijgen. En over die hartjes gesproken, als je een hartje krijgt, mag je die afkruisen. En hoeveel je hem afkruist, zoveel bonuspunten krijg je telkens als je een rij afrondt. Ja, want waar krijg je nou punten voor? Je krijgt normaal gesproken punten voor elke kolom die je afrondt. Maar nu krijg je ook punten voor elke rij die je afrondt. Als je als eerste een kolom afrondt, dan krijg je het bovenste aantal punten. En dat is uiteraard het meeste aantal punten. Kom je daarna en heb je dan een rij afgerond, dan heb je het onderste aantal punten. En verder krijg je als bonus een hartje. En daar vul je in eigenlijk het aantal waar jouw hartjesmeter op dat moment op staat. Dus heb je hem tot 2 vrijgespeeld, dan mag je daar een 2 invullen. En als je een rij afrondt en je bent als eerste, dan mag je een extra bonus afronden. En iedereen die een rij afrondt, krijgt het aantal overwinningspunten. Klopt helemaal. Het spel eindigt nog steeds als 1 speler 2 kleuren afrondt. Dus daar krijg je ook nog bonuspunten voor. Ja, en het is net iets uitdagender dan het basisspel. Maar daardoor vind ik persoonlijk het ook nog net wat leuker. Ja, zeker. Dit is onze favoriete versie. En bijvoorbeeld als je Clever heel leuk vindt, ik vind dat Keer op Keer 2 iets meer naar het niveau van Clever gaat. En dat is positief. Echt een aanrader dit.